Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van Nederland schijnt de zon flink. In Limburg kwamen vanochtend nog wat wolkenvelden voor. Maar als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat ook dagelijks de zon wel is doorgebroken. Inmiddels ontstaan er ook wat stapelwolken in de zuidoostelijke helft van het land, maar het blijft overal droog. Dit waren de hoogste temperaturen tot het middaguur, al 22 graden in het uiterste noorden tot een ruime zomers 27 of 28 graden in het zuiden van het land. Uiteindelijk gaat de temperatuur nog verder omhoog en wordt het 30 of 31 graden op enkele plaatsen in het zuiden. Vanavond blijft het ook nog lange tijd warm en in het binnenland zelfs zomers met temperaturen tussen de 22 en 25 of 27 graden uiteindelijk komende nacht lage temperaturen minimumtemperatuur tussen de 19 en 16 graden bij overwegend helder weer en nauwelijks wind. Morgen overdag ook weinig wind, volop zonneschijn, een paar stapelwolken in de middag misschien, maar het blijft overal droog. Het wordt op veel plaatsen ook tropisch warm. Echte heet weer krijgen we: 30 tot 32 graden wordt het maar liefst. In de kustgebieden ietsje minder warm, maar ook daar toch wel 28 of 29 graden op een heleboel plaatsen. Er staat over het algemeen weinig wind. In de kustgebieden en rond het IJsselmeer kan op een gegeven moment een wat verfrissend windje opsteken vanaf het water. Dat geldt ook voor de dagen daarna en het blijft gewoon heet zomerweer. Middagtemperatuur doet geleidelijk er zelfs nog een klein beetje wat bovenop. Op donderdag en vrijdag wordt het 33 tot lokaal 35 graden maar liefst. Daarbij veel zonneschijn, wel wat stapelwolken in de middag. En misschien dat er heel lokaal een warmteomweer gaat vallen, maar dat is echt zeer plaatselijk. Op de meeste plaatsen, dus gewoon droog en over het algemeen weinig wind. Afgezien dan van dat er een zeewindje kan opsteken aan het strand. Ja, en dan de dagen daarna, de 15-daagse verwachting laat zien dat het eigenlijk over het algemeen heel warm weer blijft. In het weekende doet de temperatuur eventjes een klein stapje terug, maar daarna gaat hij weer wat omhoog, richting de 30 graden. En als we dan kijken naar de neerslagverwachting, dan is eigenlijk alleen de zaterdag de dag die er een beetje uitspringt. Dat er misschien op een aantal plaatsen een regen- of onweersbui zou kunnen vallen. Maar ook dan blijven de neerslaghoeveelheden beperkt. Dus het neerslagtekort is voorlopig nog niet weggewerkt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.